Mantelzorgers zetten zich in voor mensen die hulp nodig hebben. Hierbij kan het gaan om de zorg voor een gehandicapt kind of een chronisch zieke partner. De mantelzorger krijgt er niets voor betaald. Het is vaak langdurig en vrij intensief werk. Om mantelzorger te zijn is heel erg zwaar. Kan heel erg zwaar zijn, zeker weten. En eens heb je een vrouw thuis die altijd heel actief was in allerlei dingen. En je hebt ineens een heel andere vrouw thuis. En je hebt alle zorg heb je voor. Onze kinderen waren toen nog kleiner. En dat gaat allemaal. Je hebt je gewone werk erbij. En je krijgt ineens een hele taak erbij voor het, wat je anders samen deed. Doe je dan eigenlijk alleen. En er komt ontzettend veel zorg op je schouders. Je wilt natuurlijk voor iemand zorgen waar je om geeft. Het is erg prettig om dit te kunnen doen in de eigen thuissituatie. Je wil graag zorgen voor degene waar je van houdt, maar het kan ook. Het heeft ook een andere kant dat mensen soms te ver over hun grenzen heen gaan, waardoor dan te weinig voor zichzelf wordt gezorgd. En dan kan het ook betekenen dat de mantelzorger op een gegeven moment te zwaar belast wordt. Met, het gevolg daarvan kan zijn dat de zorg dan niet meer goed verleend wordt. Morgen is het de landelijke dag van de mantelzorg. Naar aanleiding van deze dag wil de vrijwilligersorganisatie Humanitas de mantelzorgers een hart onder de riem steken met een optreden van een operagezelschap in de bioscoop Euroborg. Humanitas hoopt de mantelzorgers met een avond vol humor een leuke tijd te bezorgen, zodat ze hun eigen zorgen even kunnen vergeten. Hier in Groningen is de bedoeling dat we een mooi groot feest gaan vieren in de Euroborg, in Merci. En dat we dan op die avond de mantelzorgers in het zonnetje zetten. En dat zij dan ook een leuke, ontspannen en gezellige avond vooral hebben. Alleen al in de stad Groningen zijn er 27.000 mantelzorgers. Het zijn dus heel wat mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.